Hoi gemeente, het begint al bijna te wennen dat ik jullie op deze manier toespreek. En ik zeg bijna, want het blijft een bizar gevoel hoe onze wereld de laatste weken helemaal op de kop is komen te staan. En allerlei vanzelfsprekendheden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ik kijk er soms verwonderd naar. En ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik ben soms ook wel een beetje verdrietig en bezorgd. Verdriet vanwege de inperking van sociale contacten. Hoe waardevol de online mogelijkheden ook zijn vandaag de dag. Zondag moest ik mijn zus op minimaal 1,5 meter afstand feliciteren. Die was jarig. En gisteren bracht ik een bloemetje naar mijn ouders in Steens. En met gestrekte arm kon ik het overhandigen. En ben daarna maar weer bij de auto gaan staan. Met de jongens even achterin. Even hoi zeggen. Maar het voelt zo raar. De afstand van social distancing is onaangenaam. En ik maak me soms ook zorgen omdat ik het best een pittig idee vind dat we als gezin de komende weken nog helemaal thuis zijn samen en we moeten werken en huiswerk doen en de kinderen vermaken, een dagritme bieden, het huishouden doen. Eva die moet met haar cruciale beroep ook gewoon haar uren maken en dat is best uitdagend en dan doen onze jongens het ook nog ontzettend goed. Ik maak me ook zorgen om al die mensen die op wat voor manier ook te lijden hebben onder deze situatie. De mensen die ernstig ziek zijn en hun familie en vrienden. Relaties die onder druk komen te staan door steeds op elkaars lip te zitten. De uitdaging voor gezinnen om thuisonderwijs te geven. Laat staan wanneer special need kids thuis wonen. En dat maakt het soms best heel lastig. Pleeggezinnen. Situaties van huiselijk geweld die toenemen. Daling van inkomsten. Dreigend verlies van werk of bedrijven die in zwaar weer zitten. Mensen die psychisch lijden waarvoor isolatie funest kan zijn, enzovoort, enzovoort. Ik denk ook aan de jongeren die vanaf klas 1 zo hard hebben gewerkt naar hun examen en dat nu niet kunnen doen. En ik wil mijn diepe respect en waardering ook uitspreken voor alle mensen die in de zorg, of het nou huisartsen, ouderenzorg, gehandicapten, reguliere zorg, intensive care, dank jullie wel. Jullie moeten keihard werken, zien verdrietige dingen, maken jullie zorgen, maar dank jullie wel voor wat jullie doen. Ben ik dan alleen maar bezorgd? Nee, ik ervaar dat God bij mij is en bij ons allemaal wil zijn en dat Hij niet aan social distancing doet. Hij is maar 1 gebed of 2 woorden, onze Vader, verwijderd. En ik ben ervan overtuigd dat we met Hem hier doorheen mogen gaan. Ik geniet er ook van dat heel veel mensen opstaan en naar elkaar omzien. Vandaag ben ik in de kerk, verzamelen we voedsel in voor de voedselbank en ik ben overweldigd door de hoeveelheid. In kratten zouden het zomaar 14, 15 kratten bij elkaar al zijn en dan hebben we morgen nog te gaan. Ik ervaar het als een positieve uitdaging die de kerk heeft om licht te zijn, om creatief en innovatief bezig te zijn, om ons met elkaar te verbinden en iets te betekenen voor de wereld om ons heen. En ik geloof dat we onze hoop en vertrouwen in God mogen stellen. Ja, we hebben redenen, reële redenen om bezorgd te zijn. Maar we hoeven niet te bezwijken. Laten we ons vertrouwen in Gods hulp stellen, dag voor dag. En mogen bidden dat zijn koninkrijk juist nu doorbreekt. En alle kracht, alle macht, alle heerlijkheid is aan Hem. Hey, als je op de hoogte wil blijven van al het nieuws rond livestreams, zondagse diensten, andere online manieren om ons met elkaar te verbinden, activiteiten die we opzetten om onze stad en provincie te helpen, ga naar onze website en ga naar onze social media en YouTube kanaal. Namens de Raad wil ik jullie alle liefde en gebeden toespreken. We denken aan jullie, we bidden voor jullie en vergeet nooit, we doen dit samen en we doen dit met God.